Hoi, ik ben Nick van Hoosje.nl, de computerspecialist. Vandaag wil ik jullie even laten zien waarom het heel belangrijk is om de computer één keer per jaar na te laten kijken. De reden waarom ik dit wil laten zien is dat sommige klanten nogal verbaasd zijn dat computers best wel stoffig kunnen zijn. Dit geldt ook voor laptops. Ik heb hier nu een computer van een klant. Deze computer, ja, die is nu denk ik een jaar of drie niet meer bij mij geweest. Ik zal de kap even openmaken. En zoals je ziet, is het echt een stofnest. Ik weet niet of je die goed in kan zien. Kijk. En ook de ventilator, ja, die zit gewoon helemaal verstopt. En ook de ventilator van de voeding, ja, die zit gewoon helemaal onder het stof. Wat hier de problemen mee kunnen zijn, dat is het volgende. Je hebt gevaar voor brand. Al dat stof, dat kan gewoon vlam vatten. De computer die krijgt gewoon niet zijn juiste koelingstemperatuur, doordat de componenten eerder kunnen slijten. En de computer kan daar ook wat trager van worden. Dus het is altijd heel belangrijk om gewoon één keer per jaar even gewoon de kap eraf te halen. En gewoon eens te inspecteren hoeveel stof in een computer kan gaan zitten. Dit geldt ook voor laptops. In laptops zit ook een ventilator. Dat zuigt gewoon stof aan. Sommige mensen nemen een laptop mee, ja, het bed in. Dan ligt hij op de deken en dan krijg je al die pluisjes. Ja, die gaan gewoon allemaal in de ventilator zitten. Waardoor de laptop gloeiend heet kan worden. Waar componenten kapot van kunnen gaan. En waardoor de laptop eerder afgeschreven is.